André en Monique willen niet reageren op uitspraken. Rachel. Rachel Hazes haalde van het weekend flink uit naar haar schoondochter Monique, waar ze, naar eigen zeggen, weinig mee heeft. RTL Boulevard sprak André vandaag, maar de zanger reageerde vooral heel geïrriteerd op de vragen hierover. Na het interview dat de zanger gaf over zijn nieuwe nummer trok Aran Bade de stoute schoenen aan om André alsnog te vragen naar de uitspraken van Rachel, maar dat ging er bij de zanger niet in. Toen ik had dat vroeg, was André niet zo open meer, verklaarde Aran in RTL Boulevard. Uitweg gezocht in de video is inderdaad te zien dat André op het moment dat hij een vraag krijgt over Rachel direct een uitweg zoekt. We hebben nog heel veel te doen, wimpelt André de journalist af. Ik ben niet verplicht om daar antwoord op te geven. Zo gedreven als hij is, geeft Aran niet op, en Mike, er gaan namelijk flink wat verhalen rond dat hij een oplichter zou zijn. Nou, daar wil André helemaal niets over kwijt. Daar ben ik helemaal niet tot verplicht. We moeten aan de tijd denken. Met die woorden nam hij inclusief een elleboogbox afscheid van Aran en de camera van RTL Boulevard. Bekijk hieronder de iets wat ongemakkelijke beelden. We vermoeden dat er in huize Hazes nog flink wat gediscussieerd gaat worden over deze uitspraken. Monique was er tijdens de lancering namelijk wel bij, maar die had van tevoren al een uitweg gevonden om vragen over deze ongemakkelijke situatie te voorkomen. Rachel moet, misschien wel vanwege haar interview, nu net als de rest van Nederland tot morgen wachten tot de nieuwste videoclip van haar bloedeigen zoon verschijnt. Dit krijgt vast nog een staartje.